Welkom bij deze nieuwe vlog. Ik ben even op weg naar Uranium en Salo. Die lopen gewoon in de wei. Ja, dat is hier een beetje bagerig. Die lopen in de wei omdat ze slechte hoeven hadden. Tenminste, Salo vooral. Die liep kreupel daardoor. Dus ik ga even bij ze kijken hoe het gaat. Nou, het is echt baggerig. Al die regen. Kom eens. Nou, oh, heb je wel interesse? Hé, hey, dit is Salo. Hey. Jij kwam snoepjes halen. Ik heb geen snoepjes. Nee. Nou, dan controleer ik gelijk even de benen, alles. Geen plekjes, dingetjes. Nou, ziet er allemaal goed uit, hè, zoals je ziet. Ik zie ze natuurlijk ook uit mijn huis vandaan. Maar goed, dan zie je natuurlijk geen plekjes en zo. Ja. 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 En die denkt, doei. Kom jij ook? Kom je ook? Hoi. Jij bent ook zo lief, ja. Jij bent ook lief. Wenske denkt, ik wil ook. Ja, kijk, doen we hem ook even een rondje. Ook niks geks. Ziet er goed uit. Ja. We hebben het hier trouwens helemaal veranderd. Het is nog echt een zooi, hoor, want we hebben dit neergegooid. We hebben zaterdag een schoonmaakdag. Kijk, we hebben nu die plank hier. En de wasplaats. Ik wil eigenlijk nog warm water, dat is wat ik nog wil. En we gaan het hier ook helemaal opruimen zaterdag. Dus dat komt helemaal goed. Ik ga Gerrit weer even halen voor zijn spuit. En het schoonmaken. Nou, eens kijken of hij wil komen. Ik zie hem al staan. Gerrit! Gerrit! Kijk, kijk. Kom eens! Hij denkt, doei. Heb je dan mensen met die spuiten? Ja, Joris komt wel. Die ouwe. Met mijn vinger, hier. Een Onyx komt. Zoals ik heb het. Ik ga hem even halen. Nou, ik heb de patiënt hoor. Hij vindt het een beetje spannend. Ik heb lekker eten voor hem. Doe ik altijd wel. Dan blijft het een soort van leuk. Ga ik hem even goed schoonmaken en koelen en zijn antibiotica geven. Ik heb hem nu heel even voor dat hij even rustig blijft. Een beetje Vitalbix en brandnetel gedaan. En brandnetel zorgt ervoor dat dat de bloed een soort van wordt gezuiverd. Hij ziet er trouwens wel mooi uit. Hij is goed aangekomen. Dus dit ga ik aan hem geven. Dat geef ik dan op de stoel. Lekker. Wij zijn bij de Applejack geweest. En we hebben allemaal leuke dingen gekocht. En mama gaat het laten zien. Ik ga het laten zien. Kijk, we hebben ten eerste dit gekocht. Dit is voor wonden. Je kan het droog gebruiken, warm of koud. Dus dat ga ik bij Gerrit ook proberen. Want die heeft een wondje en die een beetje vies wondje. Ja, die dus, hebben we net onderzoekt. Onderzocht, ja. Dus dit hebben we gekocht. Dus ik hoop dat het werkt. Ik hou jullie op de hoogte of dit werkt. Tip van een stalgenoot. Dan hebben we twee van deze. We hebben natuurlijk een nieuwe, bij de borstelplaats hebben we nieuwe houten wanden geplaatst. Dus dan kunnen we deze leuk ophangen voor een halster of wat dan ook. Daar hebben we er twee van. Dit is trouwens, je kan het afknippen, dus je kan het meerdere keren gebruiken. €8,95. Ja. En deze waren €5,95. Ik vond het kleurtje ook erg leuk. Ja, is ook dan mooi. Dan hebben we nog iets leuks voor Loetje gekocht. Ja, dat is mijn paard. Die heb ik zelf uitgezocht. Kijk, met allemaal glitters. Ja. Kijk, ik ga het even goed laten zien. En heel veel... Heel mooie glitters. Ja. En dit is wel een ponymaatje. Ja. Maar we denken dat die wel gaat passen. Ja. Je kan hem ook groter en kleiner maken dus. En dit is
12,95. Ja, 12,95. Dan hebben we nog een hele mooie broek. Die is van Paardenpraat. Van Paardenpraat TV. Van Brit. En er is nu korting. Op het duurste artikel 25%. Ja. Dus deze was nu... Hij was 39,95. Dus ik weet even niet hoeveel er nu was. Maar goed, er ging 25% van af. Hebben we nog meer? Ja, deze hadden we ook gekocht. Dat is een soort... De vier vinger niet ervoor doen. Een soort eenhoorn. Zo'n hoorn voor je paard. Die kan je op zijn hals te doen. Ja, die was 8,95. Ja, 8,95. Dan heb ik nog een schaar gekocht. Ja. Voor de manen. Ja, om de manen te kippen. Die was 6,95. De maan te kippen. Te dan knippen. Was jouw borstel kapot gegaan, hè? Ja, de kijk. Kijk. Hou jij me eens heel even vast? Kijk, dit was er zo af. Ja. Dus we hebben een nieuwe gekocht. Ja. En die was 5,95. Papperapa. Dit heb ik gekocht voor... om die wondcompressen heen. Ja. Nou, die was 2,95, zoals jullie zien. Een leuk kleurtje, dacht ik. Dan hebben we nog mooie sokjes. Ja. Je vinger zit er weer voor. Paardrijsokken van mij. Ja. Hier niet je vinger. Ja. We hebben hier nog sokjes. Hele leuke. Voor mij. Paardrijsokjes. Ja. Was 4,95. En we hebben als laatste een leuk paardje. Ja, ik zal het even goed zien. Ja. Oh, het is een beetje donker. Dus al met al hebben wij lekker gewinkeld. We hebben ook nog 4 zwepen gekocht. 2 longeerzwepen. Ja. Een roze zweep gewoon voor mij. En we hebben kauwgom gekocht. Oh ja, en kauwgom. En nog een wat kortere zweep. We gebruiken die lange longeerzweep voor als ze erbij uitgaan. Dus we hebben lekker geshopt. Het was best wel druk. Maar goed, het was erg leuk. Zo, het is nu maandagavond. Tweede Pinksteren, 11:15. Ik ben even water aan het pakken, warm water, want er had een paard zijn hoefijzer eindje afgetrapt, weer erin gestaan. Wat betekent dat zijn naald, of hoe noem je dat, spijker in zijn leven is gegaan. Waardoor hij super slecht liep. Dus ik ga hem nu even ontsmetten en in verband zetten. Zoals je kan zien zit linksbovenin een puntje. Ik heb hem nu geweekt met soda. We gaan nu jodium en watten en dan intapen. Hier zit het gaatje. Hier. Dus hopen dat het niet gaat ontsteken. Morgenochtend gaan we temperaturen. En dat moet goed komen. Nou, ik ben weer binnen. En ik had nog even de hoefsmid gebeld. Over hoe en wat. Want het ging echt super hard bloeden toen wij die nagel eruit trokken. Maar goed, dat geeft dus niet. Dus ik heb nu verbonden, zoals jullie net zagen. En morgenochtend temperatuur ik hem weer. En dan komt de hoefsmid weer langs. Dus dat stopt dat hij nog opnam. Ik zei al, lig je al op bed? Nee, nog niet. Nou, gelukkig. Dan voel je toch een soort schuldig. Dus wij gaan nu ook lekker slapen. Het is 11:15. En morgen weer een nieuwe dag. Nou, we gaan eens even naar het nieuwe verbandje van Gerrit kijken. Hè? Zit er nog omheen? Wel smerig. Nou, we zijn nu bij gewonde nummer 3. Die heeft iets in zijn kogel gehad, iets scherps. Dus die is nu op antibiotica ervoor gehad. Die moet nu een week in het verband. En dan gaat hij weer terug naar de kliniek om te kijken hoe het gaat. Gelukkig loopt hij wel goed. Dus dat komt hopelijk weer goed. Nou, we zijn nu de deel aan het uitvegen, zodat ze weer nieuw voer kunnen krijgen. Ik was even het net aan het vullen. En er staan Onyx en Tirana hier. En het regent weer. Nog steeds geen veulen. Gerrit! Gerrit! Ik heb jullie helemaal mijn nieuwe kast nog niet laten zien. We hebben deze uit de keet gehaald. Zat in dat hokje waar ik eerst de andere spullen had.
Ik heb nu heel even de zadels hier hangen die ik eigenlijk niet gebruik. En ik heb dit ding nieuw voor alle peesbeschermers en zo. Ik heb nu even verband erin zitten. Kijk. Er zit nu heel weinig in hoor, nog. Maar het is hier best wel nat, wordt het. Dus hebben we goed van de grond gezet. En nou ja. Dan hopen we dat het goed blijft. Ik heb hier bovenop nog wat dingetjes. En een beetje mijn privé spullen, om het zo maar te zeggen. Want voor de zorg gebruik ik natuurlijk ook mijn spullen. Dus dit zijn dan eigenlijk de spullen waar ze niet aan kunnen komen. We hebben wat ontdekt. Oh ja. Ja, we zitten er niet aan. Is dit niet die kat uit die keet? Ja, monkey hè. Niet zo. Ik ben Gerrit er even aan het eten geven. Hij ziet er wel goed uit. En zijn been wordt dunner. En ja, het ziet er heel... Ik heb er nu jodium op gedaan hoor. Daarom zie je zo natte geit. Maar het gaat nu wel echt dicht, een soort. Het was een soort oppervlakkige schaafhond. Het ziet er heel heftig uit. Maar het was gewoon een soort schaafhond. Die aan gaan ontstoken is. Dus ik heb nu dit. Pijnstiller en antibiotica. Ik heb mijn bestelling weer binnen. Ik heb kleefkruid gekocht. Biotina. En daarbij kreeg ik gratis lijnzaad. En een zakje magnesium. Dat kan je dan altijd uitproberen. Kleefkruid geef ik voor afvoer van afvalstoffen. En biotine voor de hoeven eigenlijk. Voornamelijk probeer ik, omdat ze best wel kort zijn allemaal. Je moet natuurlijk wel even proberen voordat je resultaat ziet. Maar ja, ik ga het proberen. Let niet op mijn hoofd. Het is weer aan het waaien en aan het regenen. En dan wordt mijn hoofd heel gek. Mijn haar. Het is nu 12:30. Nou, zoals je net hebt gezien, heb ik een nieuwe bestelling binnen gehad. Dus ik ga het biotine weer uitproberen of het gaat werken. En de kleefkruid natuurlijk. Ik heb vaak zulke kruiden... dingen en uitprobeersels. Ik heb nu ook een nieuwe box. Van, ook met kruiden. Ik zal even kijken welk merk dat is. Wil ik eigenlijk wel proberen. Want ik merk echt, ik voer natuurlijk Vitalbix. Een beetje natuurlijke voer. Zonder te veel andere stoffen erin. En daar gaan ze echt zien zo super mooi van uit. Dus ik ben er wel tevreden over. Dus ik ga ook met die kruiden nog proberen. Dat is eigenlijk een kruidenbox. En volgens mij zou je met die kruidenbox in principe alleen maar... die kruiden hoeven voeren. En niet meer brokken, dacht ik. Maar goed, dan zal ik even kijken. We gaan zo meteen na het eten... gaan we 2 koeien halen. Weer ergens in de polder. Bij de vogeltjes. We hebben daar speciaal land. Tenminste, niet speciaal land. Maar daar zitten allemaal vogels te broeden. Dus dan moeten we daar zoveel koeien neerjagen. Eigenlijk, dat is een soort flora- en faunabeheer. Dus die koeien lopen wat verder weg. Ongeveer 10 minuutjes van huis af. Die zijn allemaal droog, dus die krijgen nog een kalf. Er gaan er bijna 2 kalveren, dus die halen we wel op tijd binnen. Anders kalven ze daar weer, heb je dat weer. En verder neem ik jullie mee. Ik heb lekker even gegeten en nu ben ik even de paarden aan het controleren. Dan kijk ik even, hebben ze nog water? Hoi, die ook. Ik heb nou trouwens deze lampjes ook hier opgehangen. En het is echt leuk, want ik heb er nog 5 besteld. Doe ik er denk daar nog 1. Want die trellis staan ervoor. Je ziet het niet zo goed. En dan wil ik denk ik daar aan die palen, bij hun, ook een paar doen. Dat zie je wel leuk vanaf de weg. De weg is daar. En wat we ook hebben gedaan, is bomen geplant. Kijk, het zijn natuurlijk allemaal wilgen. Hier één, zie je helemaal hierheen. En dan ook nog, oh, dat is mijn vinger. Even kijken. Dan ook nog daar in de verte. Dus dan hebben we, ja dat duurt natuurlijk nog wel... 2 jaar denk ik. Hebben we lekker schaduw hier. Bij de paarden. Zo, de stop. Nou, Ranim en Salo. We lopen nog buiten. Ik noem trouwens altijd de wei buiten. Voor de duidelijkheid. Lekker te eten. Dat is natuurlijk ook vaak. Ik woon natuurlijk hier gewoon bij. Dus je bent eigenlijk continu, altijd, elke dag, elk moment dat je een beetje binnenloopt. Of kijk je toch even naar buiten van, zie ik iets geks? Dus ja, weet je wel, zie ik dat ze anders doen als anders.
zie je. Goedemorgen, het is 8:30 en ik ben me klaar aan het maken. Het is een super mooie dag. Vandaag gaan ze alles maaien. De helft wordt gemaaid, eigenlijk bijna alles. En de slootkanten doen we zelf. En we hebben vandaag de schoonmaakdag op stal. Dus we hebben er super mooi weer bij. En ik neem jullie weer mee. We zijn aan het verven. Zo, nou, het is nu 3:00. We zijn heel de dag bezig geweest met schoonmaken en opruimen. Ik sta nu bij de paarden en ik heb hier allemaal van deze lampjes opgehangen. Dus super. En ik zal jullie even het eindresultaat laten zien. Nou, we zijn klaar. Dit heb ik opgehangen. Ja, die plaatsen zijn een beetje vies hoor, maar goed, dat krijg je moeilijk schoon. Beetje raar licht. We hebben lekker hier alles leeg gehaald, hier in de hoeken. Ik heb hier nu de zweep opgehangen. Super netjes. Hier de graasmaskers. Kijk, hier stond ook allemaal vol. Dat heb ik nu ook heel netjes gemaakt. Dat hang ik hier ook nog even bij. In de keet zelf hebben ook mensen hem opgeruimd. Ja, zo ziet het er niet helemaal uit, maar ik moet die doos nog even halen. Tenminste, zo ziet het er wel uit, maar nu staat er nog troep van mij. Hier ook lekker alles weg. Gewoon lekker een loopruimte. Misschien moest ik nog even dweilen, maar goed, dat zien we dan wel weer. Daar zijn we nu ook aan het schoonmaken. Dit moet nog. Goed, we hebben alle tonnen even uitgezocht. Hier nog wat extra kasten. Die stoelen wil ik nog even weghalen. En natuurlijk de muur. Alle muren heb iedereen gewit. Dat is echt super. Ze hebben heel de bak nog gebosmaaid en langs de randen schoongemaakt. Dus super. Iedereen bedankt. Ik ga nu deze melk geven. Kijk eens. Gelukkig hebben we niet zoveel kalfjes, dus daar zitten er nog een paar. Is het wel mee. Tommy. Hallo. Hey. Zit er daar nog één? Deze blijven. Dit zijn vrouwtjes, dus die worden straks melkkoe. Ik loop hier dus net. Kijk. Ja! Nog meer baby's. 3 volgens mij. Hallo. Nou, ik ga deze kalfjes even... dit stuk erbij geven. Ze zijn nu groot genoeg om ook hier te lopen en het is lekker weer. Ze hebben hier echt iets, zoiets van, wat is dit? Zo, ik ben de koeien aan het ronddoen. We zijn nu volop aan het maaien. Het is zaterdagavond. En ik ben helemaal verbrand. Nou, als jullie ze net zagen, hebben we alles opgeruimd. Ik loop even onder de waaier door.
We hebben lekker de waaier aan voor de koeien. Het is lekker koel hier. Maar mijn schoonvader is nog aan het maaien. Dus die kan nu de koeien niet ronddoen. Dat betekent, de koeien gaan nu naar de melkstal. Dus dat doe ik even. En ik hoop dat jullie het weer een leuke vlog vonden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En tot volgende week.